kijkers. Op deze bloedhete dag zijn we in Groningen beland. We gaan naar Hotel Westerlee. Westerlee. In Westerlee. Goed zo. Kom binnen. Een echt kasteelbed. Prachtig, hè? Je voelt het niet, maar het is buiten 31 graden. Het is bloedheet. En hier is het heerlijk koel. Het is dus airco. Hele hoge plafond. Heel mooi. Een bed zonder gleuf. King size. Echt mooi. Moet je even kijken, hè, naar de vloer. Een hele mooie marmeren vloer. Prachtig, hè? Balkon. Een balkon. Moet een mooi uitzicht zijn. Ik bedoel, het is alleen maar natuur in de omgeving. Maar het mooiste moet nog komen. TV. Kast. Zoveel is een keertje anders. Wow. Kluisje. Spiegels. Kijken naar de badkamer. Leuke details, hè. Allemaal in kasteelstijlen. Mooi toilet. Ook helemaal in stijl. Nou, regendouche. Ja, hier moeten we gebruik van maken. Vanavond gaan we dat uitproberen. Het is een soort jacuzzi. Nou, dit was echt een heel bijzonder verblijf. Het was wel dubbel zo duur als wat we normaal betalen voor een overnachting. Maar dan heb je ook wel wat. Het was wel heel bijzonder. Echt een mooi historisch gebouw. Prachtige omgeving.
Het huis zelf heeft een oud gedeelte vooraan. Dat zijn geen slaapkamers, maar het zijn eetzalen. Moet je toch even stiekem kijken. Het ziet er zo koninklijk uit. En daar zie je dus ook wel de gebreken. Daar zie je gewoon dat het oud is. Een plafond wat toch wel een beetje beschimmeld is, omdat daar een lekkage is geweest. Ik hou er wel van. Het maakt het authentiek. Prachtig gedekte tafels, maar een authentieke vloer. Nou, heel mooi. Ja, je moet echt even rond gaan lopen in het huis zelf. Ja. Gewoon deuren openmaken en kijken. Zo. In een nieuwe gedeelte is prachtig verbouwd en daar eet je of je eet in de tuin. Wij hebben gisteren hier diner gehad, helemaal goed hè? Ja, we hebben heel lekker gegeten. Lekker gegeten. Ja, in de tuin. Ik had vegetarische maaltijd en jij een varkenshaasmedaillon. Ja. Maar dat was echt super. Prima gedaan. En ook betaalbaar. Betaalbaar. Ja. En de kamer is, nou ja, dat heb je wel gezien, het is gewoon een hartstikke zo mooi. Zo mooi. Nou, net wat jij zegt, een beetje koninklijk. Ja. Met een jacuzzi, met lichtjes. Als je een beetje inzoomt dat ook hier en daar wel wat verval is, een beetje de voegen die hier niet helemaal meer mooi zijn. De jacuzzi die een beetje, ja. Een beetje wat barsjes erin. Ja, ja, want je ziet dat het een beetje toch wel wat oud is, aan het worden is, maar... Ik vond ook de douche heel lastig te stellen, heel lastig om je temperatuur te krijgen. Ja, maar het kan ook gewoon zijn omdat je... En de handdouche die deed het ook niet, dus je moet onder die regendouche staan. Misschien is dat ook goed, dat is het. Ja. Maar... Gewoon doorheen kijken, dat is echt waar. Dat is allemaal niet zo erg, niet zo want erg. De rest maakt het allemaal goed. Ja. We hebben heerlijk geslapen, lekkere bedden. Lekker bed. Kussens vonden wij een beetje hard en hoog, maar ja, dat is persoonlijk. Maar we hebben heel goed geslapen. Ja, we hebben heel lekker geslapen, je hoort verder niks. Maar nee, je ziet er ook geen verkeer of zo. Ja. Je hoort ook niks van de buren, tenminste ik niet. Nee, klopt. En de omgeving is gewoon erg mooi. Er zit een belevingspad tegenover het hotel. En moeite waard om dat te gaan verkennen. We hebben net heel lekker gegeten in het hotel. Dus we moeten nu even een beetje de calorieën laten zakken, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan even hier wandelen. Nou, het schijnt hier dat hier witte wieven zijn. Nou, ik zie alleen maar een zwarte man. Het is een onderdeel van de beleefroute. Die begint dichtbij het hotel. Aan de overkant van het hotel. En het duurt... Is vijf kilometer, hè? Ja, ongeveer een dik uur lopen. Je kan dus lekker wandelen in de omgeving. Prachtige locatie op een... In een prachtig gebied. Het ontbijt was goed. Ja, ja, goed. Het is niet zo heel uitgebreid met zalm en gebakken eieren. Maar gewoon de basic eigenlijk. Voor mij is het zeker een aanrader. Voor jou? Ja, dit moet je gewoon een keer doen. Echt, je betaalt even wat meer, maar het is echt wel leuk om een keer dit te doen. Ja. Dus? Zeer content. Tot de volgende keer. Bye.